We moesten met de best singer songwriter ook een liedje met band spelen. Normaal gesproken speel ik ook met mijn eigen band. Maar voor de gelegenheid heb ik die thuis gelaten. Nou, als het goed zijn ze hier allemaal aanwezig. Nee, ik heb echt een super band en dat vind ik ook heel leuk om te doen. Alleen Dinant die vond dat wat minder, want die moest jureren. Dus ik denk, nou, ik had een vet cool nummer voorbereid. Best wel hard ook. Al zeg ik het zelf. En want ja, ik denk, al die singer-songwriters die zijn allemaal zo gevoelig. En shit. En ik denk, ja, dat is prima. Ik ben een hele gevoelige jongen, ik ben 20. Dat is gewoon heel moeilijk allemaal als je 20 bent. Dan ben je gewoon heel erg gevoelig. Vraag maar aan mijn ouders. Je hebt echt een zware tijd met mij net gehad. Of nog steeds. En, maar ja, dus ik denk, nou, laat ik een keer keihard gaan rocken. En ik denk, ja, juist met Dinant, die vindt dat vast wel vet. Die, dus ik speel mijn nummer. En Dinant zit zo te kijken. Beetje oudbollig. Thanks. Ja, niet echt singer-songwriter. Beetje Alice in Chains. Geen idee. Ja, maar dat raakt me eigenlijk best wel. En ik dacht dat het eigenlijk best wel vet was. En dan dat iemand zoals Dinant dan... Ik bedoel, niks mis met Kane. Althans, ik vind... Oké, ik heb het laatst gezien. Ik vond het eigenlijk best wel cool. Maar de clue van het verhaal is dat dit nummer voor Dinant is.